Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 25 november. God geeft genade aan de nederigen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 5 vers 5. Overigens, in de omgang moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 1 Petrus 5 vers 5 zegt ons dat God zich tegen de hoogmoedige keert, maar aan nederigen zijn genade schenkt. En elke man of vrouw die denkt dat ze het zelf gemaakt hebben, zal ruw worden wakker geschud, omdat Jezus zei: zonder, los van mij, kunt u niets doen. Johannes 15 vers 5. Wanneer we in trots leven en proberen succesvol te zijn zonder Gods hulp, staan we open voor elke aanval van de vijand. Maar nederigheid is als een bescherming dat Gods hulp aantrekt. Wanneer je jezelf verootmoedigt door te zeggen: God, ik weet niet wat ik moet doen, maar ik vertrouw op u, zal God je helpen. God zal ons niet laten slagen, behalve als we op hem leunen en vertrouwen. Maar als we onszelf verootmoedigen onder de machtige hand van God, dan zal hij ons te zijner tijd optillen. Zie 1 Petrus 5 vers 6. Te zijner tijd is op Gods tijd. Wanneer God weet dat we klaar zijn. Niet wanneer wij denken dat we klaar zijn. Hoe eerder we dat begrijpen en aanvaarden, des te eerder kan God zijn plan in ons leven uitwerken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik verootmoedig mijzelf voor u. En ik weet dat u op uw tijd mij wilt optillen. Ik kan in mijn eentje niet slagen. Ik heb uw hulp nodig. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.